in getallen. Opgericht in 2000. Verlies gemaakt tot 2007. We hadden geduldige aandeelhouders. Inmiddels een gezond bedrijf. We hebben een poos gezeten hier tegenover bij Equinix in het pand, wat toen nog Virtu heette. En we zijn nu naar de Zuiderval verhuisd. Wat wij doen is een platform bieden, een digitaal platform voor dienstverlening en innovatie. Dat klinkt een beetje abstract. Wat doen we in de praktijk? De glasvezels die onder andere op Business Science Park liggen, Kennispark liggen, moet ik binnenkort zeggen. En in andere regio's in Nederland en Duitsland aan elkaar verbinden, gewoon met apparaten. En zorgen dat daarover dienstverlening, de dienstverlening van Equinix bijvoorbeeld, of van andere IT-partijen, aan bedrijven geleverd kunnen worden. En omdat die glasvezels zo'n enorme capaciteit hebben die nog helemaal niet gebruikt wordt voor die bestaande dienstverlening, ook ervoor zorgen dat nieuwe dienstverlening en daarmee innovatie plaatsvindt. We doen dat vanuit een publieke doelstelling. Noemen we ons ook wel eens een digitale marktplaats. Wij brengen vraag en aanbod aan ICT-dienstverlening bij elkaar in een zo groot mogelijk gebied. Wij leveren dus geen internet. Die naam Internet Exchange is dus een beetje verwarrend. Wij hebben ook net als Xsense een slag gemaakt van het idee waarmee we begonnen, Internet Exchange, naar een exchange voor alle vormen van digitale informatie, dienstverlening die er maar mogelijk is. Op ons netwerk zijn een kleine 100 ICT-aanbieders beschikbaar die aan zo'n kleine 2000 bedrijven en instellingen hun diensten op dit moment aanbieden. We hebben met de gemeente Enschede en met de ondernemers in de binnenstad vorig jaar, en het moest even heel snel voor Serious Request, dus al anderhalf jaar geleden bijna, snel een wifi-infrastructuur in de stad uitgerold. Met hetzelfde concept erachter. Dus de burgers, en als u in de stad bent, kunt u zien dat daar een SSID Enschede Stad van Nu is, waar u gratis internet over kunt krijgen. Maar dat netwerk heeft nog wat andere kanalen. Eentje is onzichtbaar, dat is het kanaal wat de veiligheidsregio gebruikt, de politie en de brandweer, om hun medewerkers op straat van betere informatie te voorzien. U weet misschien dat naar aanleiding van de vuurwerkramp de veiligheidsregio heeft besloten dat informatie nummer 1, 2 en 3 is om zaken goed te kunnen doen. En ze investeren enorm in informatiesystemen en in de communicatie-infrastructuur om hun medewerkers overal ten alle tijde van de informatie te voorzien die zij nodig hebben om bijvoorbeeld een zakkenroller aan te houden in de binnenstad. Er is nog een netwerk daar beschikbaar, dat is EduRoam, wat hier ook op de campus draait. Dat is het netwerk van de universiteiten, zodat medewerkers en studenten altijd direct kunnen inloggen op hun eigen universiteit, waar ze ook in Europa zijn. Ook dat netwerk wat hier op de campus draait, is in de binnenstad beschikbaar. En dan hebben we nog 5 kanalen beschikbaar voor nieuwe toepassingen. Wat we met de gemeente en daarna met het bestuur van de vereniging hier hebben besproken, is kunnen we niet een begin maken met diezelfde wifi-infrastructuur hier op het Kennispark te realiseren. Op de campus is die er al, want ook het veiligheidsnetwerk is op de campus beschikbaar. We hebben die 2 wifi-wolken gekoppeld met elkaar van de UT en in de binnenstad. En we willen gaan kijken of we dit op de rest van het Kennispark nu ook kunnen gaan doen. En natuurlijk hoort daarbij free wifi. Op dit moment levert Echelon het internetverkeer voor de free wifi in de binnenstad. Maar dan hebben we daarbij ook, als we dat op dezelfde manier als de binnenstad aanleggen, allerlei kanalen en communicatiemiddelen tot onze beschikking waar innovatieve diensten mee kunnen gebeuren. De beveiligingsdiensten kunnen er gebruik van maken om op een andere manier de beveiliging vorm te geven in plaats van altijd met autootjes rond te rijden. Maar misschien zijn er ook wel andere bedrijven. We hebben veel ICT-bedrijven hier in Enschede en in Twente. En kunnen we die dan niet stimuleren om eens na te denken wat je daar nog meer mee zou kunnen doen? Heeft Xsense toch een infrastructuur waar ze misschien iets meer met hun technologie kunnen doen dan de standalone systemen die er zijn? Een voorbeeld. Wat wij willen gaan doen is zo'n infrastructuur opzetten en een rugbaarheid aangeven, zodat partijen met elkaar in contact komen om aan die nieuwe toepassingen te gaan werken. En wij ons als Endix ook inspannen omdat we die kleine 2000 bedrijven en instellingen op ons netwerk hebben, waaronder de veiligheidsregio, maar ook alle gemeentes. Heel veel van de bedrijven hier hebben wij op ons netwerk zitten. Ook die betrekken we dan bij de ideeën, want je kunt wel een dienst bedenken, maar er moeten natuurlijk ook wel klanten zijn om die dienst betaald af te nemen. En wij proberen ook, niet alleen over de glasvezels, maar ook in de communicatie onderling, die partijen met elkaar in contact te brengen, zodat die innovatiemolentje kan gaan draaien. En dan denk ik dat als we het zo aanpakken op Kennispark, en we geven daar ook de begeleiding omheen om de innovatie te bevorderen,
Het hoeft niet altijd met geld te zijn. Het is vaak meer communicatie die je moet bevorderen tussen partijen onderling. Dan denk ik dat we een heel bruisende omgeving kunnen hebben. En misschien kunnen we die dan uitbreiden met slimme verlichting. Waar Philips heel erg druk bij is met hun LED-lampen. Misschien zijn er andere partijen die sensoren maken. Anders dan radiosensoren, wat de wifi is. Die we ook in zo'n infrastructuur kunnen integreren. Want dan hebben we in feite een platform digitaal waar je van alles nog wat aan kunt hangen op het Business Science Park. Om nog veel meer toepassingen in de lucht te brengen. Ik zeg niet van tevoren wat een toepassing of een dienst of een nieuwe sensor of wat dan ook zal worden. Dat wisten jullie in het begin ook niet. Maar als we er niet mee beginnen, dan gebeurt er helemaal niks. En als we er wel mee beginnen, denk ik dat we een heel mooi extra uithangbord, want daar is Rob nogal op zoek naar voor Kennispark, hier neer kunnen zetten. Nou, dat is in een notendop wat we van plan zijn. Of ben ik nog wat vergeten, Rob?